dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Waar ik ben daar eigenlijk niet zo goed in die dingen, zo dingen uitleggen over mijn gevoelens en zo. Eerlijk. Ik moet daar bijna niet zo echt goed in dingen vertellen en zo voor. Hè. Ja, ik ben vrij gehecht aan mijn familie. Familie betekent vrij veel voor mij. Ik ben alleen een redelijk familiemens dan. Ik ben ook redelijk gebonden dus aan mijn muziek sowieso. En aan mijn goede vriend. Echt in een klein dorpje van met moeite 150 man. Ze hangen echt aan elkaar, zo te zijn. Het is feitelijk een familie aan elkaar te hangen. Ik speel World of Warcraft samen met een groep mensen over heel de wereld. Ik ken die dus niet, maar eigenlijk heb je daar dus wel een band mee. Dat je heel daarmee samenspeelt. Ja, doet er allemaal dingen mee, doet quests, opdrachten. Dus ja, als iemand ruzie heeft of zo, helpt die. In dat spel heb je zo gelijk een guild, hè. Dat is zo'n groep mensen allemaal, waar je mee bevriend bent. En ja, dat zijn zo allemaal je vrienden, zo gezegd. En als ja, zij zo ruzie hebben of zo, helpt ze. En toch kenden ze niet, maar helpt ze wel. Ik speel World of Warcraft, hè. Dat is zo'n online game, iedereen zit erop, dus like Turkije, Engeland, hier in België, Nederland en zo. Waar ik haar ontmoet van via daar. We waren eerst 3 maanden samen in dat spel zelf bezig en daarachter was me ontmoet. We kunnen verschillende personages nemen, like een elf genoemd, dwarf of gewoon een human. Ze hebben een night elf genoemd. Dat is een van de schoonste vormen normaal. En ik heb ontmoet normaal voor like, level 25. En dacht dat hij wel heel bezig. En nu ben ik 70. Dus zo altijd zo kan je eigen leven op eigen leven maken op dat spel zelf. Ik ben al 70 level, 25 tot 70 levels per. De persoon die ik gekozen heb, dat is mijn neef. Ik voel me daar heel. Wij staan heel dicht bij elkaar. Ook omdat hij in dezelfde sportvereniging zit dan mij en we zitten er al van als we klein waren. We hebben altijd veel opgetrokken met elkaar. We kenden dat vroeger met elkaar gaan spelen en blijven slapen. En daarmee kom ik dan altijd vrij goed mee overeen. En ja, we zijn ook van dezelfde leeftijd. Sinds de dag dat de zon veel mooier onderging, sinds die nacht dat de nacht niet meer donker leek, sinds het jaar dat veel te snel voorbij ging, sinds die tijd die veel te kort was, sindsdien is het dat ik vriendschap kennen mag. Ja, dat is een tekst dat ik zelf ook geschreven heb. Alleen een gedicht meer. Zittend in het gras, genietend van het mooie weer, hoor ik geritsel in de struiken en daar zie ik mijn gevederd vriendje weer. Een roodborstje begroet mij elke dag, een vogeltje klein en teer. Hij tovert op mijn gezicht een glimlach weer. En even snel als hij kwam, verdwijnt het roodborstje weer.
als ik aan iemand verbonden ben, is dat gelijk een knoop die nooit los gaat komen tussen de twee personen. En daarom heb ik zoiets uit het internet gehaald. In onze cultuur zijn alle mensen aan elkaar verbonden. Wanneer iemand sterft, of wordt die persoon nooit vergeten. In onze familie is het ook zo. Nu, ik heb niet zo'n grote familie, maar we hebben toch een knoop tussen elkaar die nooit los wordt. En die ook nooit los gaat komen. Maar ik heb het toch een grote knoop in mijn hart die heel speciaal betekent voor mij. En die speciale gevoelens kan ik niet altijd voelen, maar als die gevoelens aankomen, ben ik de gelukkigste mens op de aarde. Dus we mochten naar kijken, die knoop gaat nooit loskomen. Ik zal het nooit een keer proberen uit te zoeken. Dat is verbonden is tussen mij en die persoon. En met mijn moeder. Zij kan ik niet echt afgaan. Zij kan niet zonder mij, ik kan niet zonder haar. Dat is echt een knoop tussen ons. Schone dingen heb ik van haar gezien. Ja. Liefde heb ik van haar gekregen. Dat heb ik ook gevoeld van haar. En ja, zo. Dat is echt iets dat je niet kunt echt vertalen, dat is het niet. Je wilt dat met veel woorden uitleggen, maar soms gaat dat niet lukken. You got to believe.